Wereldwijd zijn nu meer dan 500.000 mensen overleden aan de gevolgen van het coronavirus, meldt de Johns Hopkins University, die alle beschikbare cijfers verzamelt. De Verenigde Staten tellen de meeste coronadoden. Daar overleden meer dan 125.000 mensen aan het virus, gevolgd door Brazilië met meer dan 57.000 sterfgevallen. In Europa is het Verenigd Koninkrijk met 43.500 coronadoden het zwaarst getroffen. Ja, het werkelijke dodental ligt nog een stuk hoger, omdat lang niet iedereen wordt getest op de aanwezigheid van het coronavirus. Ja, maar er is meer in het nieuws. De Lelystadse wethouder John van de Heuvel is in de nacht van vrijdag op zaterdag op 66-jarige leeftijd onverwachts overleden. In de gemeente is met schok en verdriet gereageerd op het overlijden van de SP'er. En op het stadhuis is vanmiddag een condoliancenregister geopend. Maar wat is jouw nieuws van de dag? Het is een vraag die regelmatig terugkeert in ons programma. We vragen het Egbert Pelle, boer uit Almere, werkt bij het Leger des Heils in Amsterdam en is bestuurslid voor Bureau Gelijke Behandeling Flevoland. Egbert, wat houdt jou bezig? Ja, wat houdt me niet bezig tegenwoordig? Hè? Ik ben met heel veel dingen bezig. Maar het nieuws waar ik het over wil hebben vandaag, dat was het interview van afgelopen week met Nelly Gelder, die 96-jarige mevrouw uit bejaardenhuis De Hoven. Wat ik heel schrijnend vond, is dat ze zei dat ze ongelukkig is geworden door de coronamaatregelen. En ik denk dat er heel veel ouderen zijn die op dit moment banger zijn dat ze doodgaan aan eenzaamheid dan aan corona. Ja, wat moeten we daar nou mee? Hè? Het is natuurlijk, je wil mensen in bescherming nemen, maar tegelijkertijd wil je mensen ook niet in de steek laten. Nee, dat is zo. Maar ik heb toch wel het gevoel, maar ja, dat is altijd met de kennis van achteraf natuurlijk. Je moet in een crisis snel handelen. Maar dat door die strikte maatregelen, dat er ook wel weinig rekening is gehouden met wat de mensen eigenlijk zelf wilden. En natuurlijk snap ik dat er allerlei beperkingen zijn in zo'n tehuis. En de ene familielid wil wel dat je heel erg die gezondheid bewaakt van iemand. Maar andere mensen die konden bijvoorbeeld geen afscheid nemen in de laatste fase van het leven van hun nabestaan. En dan denk ik, ja. Heel veel mensen die hebben dan zoiets van, als ik dan toch mogelijk ga overlijden, dan wil ik gewoon tenminste met mijn familie nog kunnen zijn. En ik hoorde toch wel de laatste tijd heel veel schrijnende verhalen van mensen die zo eenzaam waren in die laatste fase van hun leven, juist dat ze anderen het hardst nodig hadden, en dat het dan toch niet mogelijk was. Dus ik heb zelf zoiets van, laten we wel op zoek gaan nu de crisis toch af is, hè, maar corona is er nog steeds. Naar meer maatwerk. Hoe kunnen we dat toch realiseren dat dat mogelijk wordt? Denk je dat daar ook nu genoeg aandacht voor is, voor die eenzaamheid? Want je hoort het natuurlijk wel steeds vaker. Ook vandaag was volgens mij ook nog een nieuwsbericht over. Is daar genoeg aandacht voor? Er is wel wat meer aandacht voor. Denk door corona natuurlijk ook wel. En ook niet vergeten de gehandicapteninstellingen, die waar heel veel jongeren met een verstandelijke beperking ook niet begrijpen waarom ze hun ouders niet meer mogen zien. Iemand met syndroom van Down, die niet meer snapt waarom zijn ouders niet meer langskomen en zo. Dat is best wel schrijnend. Ik denk dat er meer aandacht voor is, maar het was natuurlijk al wel een feit dat heel veel mensen in Nederland gewoon eenzaam zijn. En ook vanuit het leger zelfs hebben we daar al jaren eigenlijk een campagne voor, om eenzaamheid te bestrijden. Het is sowieso wel een maatschappelijk probleem. En door die corona zie je eigenlijk dat bepaalde problemen die er al zijn in de samenleving, dat die eigenlijk uit zijn vergroot. Hoe zouden we volgens jou nu verder moeten? Ik denk dat we zaken toch anders moeten gaan inrichten. Vooral kijken hoe kunnen we nou maatwerk leveren rondom elke persoon. Dat is natuurlijk wel makkelijk gezegd, maar dat is denk ik een manier van denken die we in ieder geval moeten hebben. Binnen wat mogelijk is, dat we dan op zoek gaan naar creatieve oplossingen. Daarmee heb ik ook niet de wijsheid in pacht. Ik snap ook dat het hartstikke moeilijk is. Nou, wat ik heb begrepen, opgelost. Er is nu onderzoek gedaan naar de situatie in verzorgingstehuizen. Hoorde ik gisteren voorbij komen bij het Oog op Morgen. En dat rapport wordt binnenkort overhandigd aan de minister. En die zeiden ook, ja, dat helemaal alles weer landelijk op slot gooien, dat moet gewoon nooit meer gebeuren. Dat moet dan echt specifiek gekeken worden naar, in dat huis is wat aan de hand, daar zou het moeten gebeuren, maar het huis wat drie straten verderop ligt, daar niet meer. Is dat ook een beetje de maatwerk waar jij het over hebt? Ja, dat is wel wat ik bedoel. Ik denk,
in die crisis, hè, dan moest gekozen worden. Ga je links of ga je rechts? Nou, dan is gekozen voor lockdown en alles op slot. En het voorkomen van doden natuurlijk. Wat op zich allemaal heel logisch is. Maar daarin zie je ook wel nu andere geluiden. Ook andere gevolgen waar we toen nog niet aan dachten. Met de kennis van nu denk ik dat we zo'n crisis de volgende keer toch wel anders zullen moeten aanpakken. Goed. Ja. Nou, we weten in ieder geval wat jou nou heeft bezighouden. Het houdt ontzettend veel mensen volgens mij bezig. En het verhaal van Nelly greep ook ontzettend aan. Ze heeft inmiddels wel allemaal contacten met buurtbewoners. En is zelfs vorige week 2 keer uit wandelen geweest op 1 dag. En heeft van alles gedaan. Dus laten we hopen dat mensen dat ook vasthouden. Dank je wel voor je bijdrage. Egbert Pelleboer, ook dwars op de week panellid van ons. En werkzaam bij het Leger des Heils in Amsterdam.